je moet niet schamen, je moet kijken. Want op het moment dat je gaat schamen, krijg je dus ook een negatief gevoel. Je kijkt niet meer naar je positieve dingen, je kijkt alleen naar negatieve dingen. Nou, daar heb ik geen zin meer in. Dat heb ik al een tijdje gedaan. Dus positief is, je kijkt wat je mogelijkheden zijn. Ah, je had een vraag, zie ik. Ja, ik heb wat problemen. Ik wil dit opslaan, ja? Maar daarna ook veranderen in pdf. Je komt natuurlijk in de vuile waar, de sociale werkvoorziening, wat toch een beetje een stigma heeft, denk ik. En initieel is het toch een klein beetje wat schaamte. Wat je bij mensen ziet, bij mezelf ook, maar dat was gauw weg. Richard en Dennis kwamen allebei in de bijstand terecht. Gedwongen door de gemeente moeten ze deelnemen aan het project Direct Actief bij de sociale werkplaats van de Veluwa-groep. Dennis loopt er inmiddels stage als computerbegeleider. Richard staat nog aan het begin van het traject. Ik heb 20 jaar bij Centraal Beheer gewerkt. Je wordt afgeschreven, zo zie ik dat. En zo heb ik het ook gevoeld. Met solliciteren lukt het niet. En toen kreeg je ook alweer een gevoel van, ja, je wordt afgewezen om je leeftijd of wat dan ook. Mag zo niet gezegd worden, maar dan pas je niet in het profiel, zoals het wordt genoemd. Ja, leuk, maar daar heb ik niet veel aan. Dus toen ik hier naartoe kwam, naar Actief Direct, dacht ik ook, wat is dit? Wat moet ik hier doen? Twee halve dagen training en 4 dagen werken. Maar ik merk nu wel, door wat ze aan training geven, het helpen met hoe kijk je naar een vacature, hoe ga je ermee om. Ik ben een hele tijd een running geweest. Ik zit nog met de oude visie van vacature solliciteren en verder niet. Er zijn veel meer mogelijkheden. De gemeente Apeldoorn kiest ervoor om per 1 januari de sociale werkvoorziening in stand te houden. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten die met de nieuwe participatiewet in de hand hun WSW-bedrijf opheffen en zelf gaan zoeken naar zogenoemde beschermde werkplekken. In Apeldoorn schurken de sociale dienst en de Veluwa-groep meer dan ooit tegen elkaar aan. Deze mensen verdienen, vind ik, gewoon de juiste aandacht. En de gemeente Apeldoorn kiest er ook echt voor. Trouwens, de gemeente Epe en Heeren hetzelfde. Hè? Dat zijn de partijen die onze eigenaren zijn. En die hebben de insteek gekozen. Wacht even, deze mensen moeten wij goed voor blijven zorgen. De Veluwa kan dat ook hartstikke goed. Maar daarnaast, dat vind ik minstens even belangrijk, is zeggen van wat zij kunnen en kennen, kunnen we ook voor de nieuwe doelgroep inzetten. En die erkenning is misschien wel het allerbelangrijkste van dit moment. Ik heb een ideaal dat ik denk, dit soort dienstverlening is eigenlijk één en dezelfde soort dienstverlening. En zou door één en dezelfde organisatie moeten worden geboden. Hoe dat precies moet, dus dat is allemaal structuurdiscussies, dat komt nog wel, voorlopig de inhoud. Maar dat die dienstverlening alles met elkaar van doen heeft en elkaar versterkt en elkaar helpt, dat is zeker. Wat betekent dat? Dat we straks geen sociale dienst meer hebben en geen WSW-bedrijf, maar dat het één is? Dat zou kunnen, maar is eigenlijk niet zo interessant. Wat het moet betekenen is namelijk dat wij straks over volgend jaar of de jaren daarna zeggen, hey, de mensen die ons nodig hebben, die kunnen wij bieden wat ze nodig hebben om aan werk te komen. En hoe dat dan uiteindelijk georganiseerd is, eigenlijk niet zo interessant. En wat je op veel plekken in het land ziet, is dat daar de discussie eerst over gaat. En wij zeggen, zullen we eerst die mensen gaan helpen en daarna gaan kijken hoe we het gaan organiseren. En dat vind ik wel een mooie volgorde. Zo'n 40% van de bijstandsgerechtigden lukt het om na het volgen van Direct Actief een baan te vinden. Het bevestigt de gedachte van Apeldoorn dat krachten bundelen werkt. Die expertise is daarom zo belangrijk. Als je die weggooit, dan moeten we met veel minder kennis en kunde nog steeds diezelfde doelgroep proberen aan het werk te helpen. Dus in die zin vind ik het ook een heel logische gedachte als gemeente. Maak gebruik van al de kennis en kunde die je in je gemeente, in de regio, in huis hebt. En zet die in om zoveel mogelijk mensen een baan buiten de deur te bezorgen. Het is hoe je je houding wil zetten. Ik merk nu de laatste tijd, op het moment dat ik er positief over tegenover sta, niet alleen tegen Direct Actief, maar tegen jezelf in principe, dan creëer je mogelijkheden. Je hebt nog geen baan, maar je creëert wel mogelijkheden. Dat vind ik belangrijk. Ik heb al een paar keer een hele goede sollicitatie gehad. Net niet gedaan, binnengehaald. En voor de rest, ja, solliciteren en wat ik net al zei, hopen dat het een keer lukt.